Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag ga ik eindelijk met de Banshee Shotgun spelen, want wij hebben hem eindelijk uit de supply drop gehaald. Wat wij op onze Banshee hebben staan is een reflex sight en een quick draw attachment. En voor de mensen die niet weten, de Banshee is een shotgun, een nieuwe shotgun die een energie shell afschiet. Die energie shell die gaat langzaam door de map en die kan je ook zien vliegen en dan krijg je de kill. Dus je hoeft mensen maar één keer te raken en dan zijn ze gewoon dood. En we gaan kijken hoe die speelt. We hebben hem al een paar keer van de grond afgepakt. Dus ik heb hem wel een paar keer gebruikt. Vandaar dat ik ook al attachments heb. Maar verder nog helemaal niet. Verder nog helemaal niks. Dus ik ga mijn best ermee doen. De Banshee shotgun gaan we gebruiken. En we moeten heel goed mee opletten. Want het is niet de shotgun zoals elke andere shotgun ooit in de Call of Duty heeft gezeten. Als perks hebben we Afterburner, Sixth Sense, Hardwired, Fast Hands en Blast Suppressor. En als specialist gebruiken wij nog eens de Active Camera, zodat wij onzichtbaar kunnen worden op momenten dat wij dat willen. Dus we spelen twee free-for-all potjes. Ik hoop jullie te gaan zien in een free-for-all potje. Dus ik zeg, tot zo. Alright boys, ik ben in een potje gekomen met de Banshee. Mijn allereerste potje met mijn eigen Banshee. Ik heb hem al heel vaak van de grond afgepakt. Alleen ik heb hem zelf nog nooit gebruikt. Wat ben je aan het doen, man? Ga toch even iemand anders irriteren, jongen, met je scheidgecamp. Hij schiet natuurlijk zo'n plasma kogel af. En het is wel de bedoeling dat hij raak gaat, want anders ben ik zelf natuurlijk kaart de lul. Zo, jongen, dit is lachenwek! Ik vind het zo leuk, hè. Oh my god, holy fuck, die was awesome! Er komt sowieso iemand naar boven, dat kan niet anders. Hij komt sowieso naar boven. Wauw, we gaan nog goed ook, die had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat we überhaupt een goede score zouden gaan neerzetten, maar tot nu toe... Dat is dus het lastige eraan, hè. Dat is dus het lastige eraan. Die kogel die vliegt heel langzaam. En je gaat dus best wel vaak ermee misschieten, volgens mij. Zie je wel, dit is lastig. Dit is lastig. Het is de eerste keer dat ik hem zelf gebruik. Dus ik moet even... Oh, yes. Ik moet er even een beetje aan wennen. Ah, dit is moeilijk. Dit is echt moeilijk, joh. Want die kogel die gaat zo langzaam vooruit. Oh, dit is fucking vet. Ik zag hem, ik zag hem, ik zag hem. Ik weet niet... Wat gaat hij nou doen, joh, deze man? Wat ga je nou allemaal doen, joh? Ik heb mijn onzichtbaarheidsmand. Oh, dat is niet echt een goede tijd om hem te activeren, Jan. Nou, maakt verder niet uit, ik had hem geactiveerd. Kan ik verder ook niks aan doen. Het is wel fijn dat hij ook in één keer reload, moet ik zeggen. Dit is lastig, jongen. Ik zweer het je, dit is moeilijk. Zo, de knetter, hé. De lobby loopt redelijk langzaam. Dat vind ik niet zo erg, want dan kan ik even ermee inkomen. Ah, oh, vieze camper, joh. We gaan meteen weer op hem af. Ja, ik ga hem wel krijgen, die vent. Ik ga hem wel krijgen. Oh, let's go. Dit is toch... Oké. Okay. Dit is toch fucking briljant, of niet? Ik vind het echt... Dit is gewoon echt een gaaf wapen. Alleen heel moeilijk om te gebruiken. Zo, de knetter. Het is echt een moeilijk wapen te gebruiken, jongen. Maar doordat hij zo briljant is om te gebruiken, wordt het wel weer leuk. Oh, er ligt daar een hijf. Die kat kan ik niet op. Zou je naar... Sukkel, waarom kom je dan naar boven? Je zag me al staan. Nou ja. Ik vind het niet erg. Want ik heb er weer een kill bij. Ik heb mijn active camera even aangezet. Ah, oh, dit is echt moeilijk als iemand snel beweegt, joh. Het is wat lastig als iemand snel beweegt, gek. Ik sta 12 om 8. Op zich gaat het nog redelijk goed. Maar het is even inkomen hiermee, joh. Dit is lastig, man. Komt er hier volgens mij een aan. Dank je. Weet je, hipfire, dat... Nou, dat werkt dus niet. Shit, ik wou kijken of dat werkte. Dit is moeilijk, joh. Dit is nou echt zo'n wapen die echt wel lastig is om te gebruiken, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ah, oh, goed zo, goed gedaan. 17-7 sta ik met iemand anders. Die heeft ook 17 kills met twee andere mensen zelfs. Ze staan gedeeltelijk allemaal op de eerste plek. Maar ik wil graag eerste worden, natuurlijk. Ah, hij zit hier beneden, er zit er eentje hier beneden.
Zie je, dit is lastig, want die kogel gaat langzaam hoor. Die kogel vliegt dan heel langzaam maar naar die enemy toe. Ah, hij zag me met mijn onzichtbaarheidsmantel. Shit. Zie je hoe langzaam die kogel vliegt? Dat maakt het wapen moeilijk om te gebruiken hoor. Ah, jammer, jammer, jammer. Ik sta nog steeds gedeeltelijk op de eerste plek. Ik doe mijn best, jongens. Oh, lekker, dat was een mooie kill. Ah, ik wou nog schieten. Ik wou schieten. Ik wou schieten, jongen. Lekker dan, lekker dan, lekker dan. Oh, ik ben geheatwaved. Oh, let's go. Ik heb hem. Hij zit boven me. Hij zit met een hive, zit hij boven me. Hij is serieus hier boven me gaan campen met een hive. Oké, ik wil nog één kill. Ik kan het potje nog winnen ook. Ah, shit. Nee, nu heb ik nog verloren ook tegen iemand. Ah. Nee, ik heb verloren. Ik kwam wel iets later in het potje fair enough. 29-14 als eindscore. Dit is echt een heel moeilijk wapen om te gebruiken. Maar echt fucking briljant. Dat wel. Dus we spelen nog een potje ermee. Game nummer 2. Dus ik hoop jullie ook te gaan zien, jongens. Dus ik zeg op naar potje nummer 2. Alright, boys. Welkom bij natuurlijk potje nummer 2. Het is nu op de map Nuketown. Dus dit gaat nog even... Fucking hell, dat schrok. Dit gaat nog eventjes wat moeilijker worden. Maar zoals altijd doen we wel weer onze best. Met onze Banshee in de handen. Gaan we kijken of we dit potje kunnen winnen. En dan bedoel ik ook letterlijk gaan we kijken of we überhaupt kunnen winnen. Want dit wapen is echt moeilijk om te gebruiken namelijk. Had ik niet verwacht, jongen, toen ik hem kreeg. Ik dacht, dat is wel een leuk wapentje, weet je. Alleen, hij is wel lastig om te gebruiken hoor. Je kan er alles over zeggen, maar... Vieze fucking camper. Holy shit, maat. Ja, kut, ik kan er niet tegenaan schieten, want dan verdwijnt mijn kogel. Dit wapen is echt... Oh, die kogel vliegt langzaam, joh. Oké, die hebben we. Je moet echt heel goed schieten, want anders ben je de lul. Ik heb turned, maat. Opgesodemieterd. Zit hij weer te campen? Nee, je bent echt een lul als je dat doet. Ik had nog maar één kogel, vriend. Die was voor jou. What the fuck gebeurt hier allemaal? Iedereen komt dit huis hier al in. Waar komt de nieuwe? Ik zei het je, er komt een nieuwe. Ik weet niet wat iedereen doet, maar iedereen springt het huisje in, joh. Komt er weer een. Dat is volgens mij een trappetje op. Maar waarom komt iedereen het huisje in, joh? Ah, oh, what the fuck? We beginnen wel van lekker. Ik heb 13 kills op dit moment alweer binnen in de pocket. En oh, let's go. Ik had hem nog. En het is wel goed opletten hoor. Dat sowieso. Dit is een moeilijk wapen om te gebruiken, gek. Maar wel echt een briljant wapen om te gebruiken. Dat moet ik er wel bij zeggen. Zo, de knetter, hé. Dit is toch fucking briljant, joh. Ik vind het echt een leuke shotgun om te gebruiken. Ik maak er geen grapje over ook. En liep er hier nog een beneden? Nee, hij zit nu boven of niet? Ja, je zit wel boven, hè? Ah, die had ik niet gezien. 90 kills heb ik alweer. Ik kom nog maar 11 kills en heb ik gewonnen, gek. Die schilden weinig, joh. Zit er hierin te campen. Alweer jij, hè? Als je alsjeblieft een keer mee wil kappen, dan zou ik het zeer op prijs stellen. Waarschijnlijk gaan jullie dat nooit doen. Maar het is altijd de vraag. Iedereen gaat deze gebuiks in. Ik heb er echt geluk mee. Want er had ze de hele tijd die gebouwen in en dan kan ik ze allemaal één voor één stuk voor stuk killen. Oh, dat was een warmachine. Dat was een warmachine in mijn reet, jongens. Daar ga ik niet overleven, helaas. Get wrecked. Sorry, vriend. Ik was al zichtbaar. Ik hoorde hem alweer naar boven springen, hè.
Ze blijven serieus de hele tijd naar boven springen gewoon. Oh, get wrecked. Get fucking wrecked, vriend. Hetzelfde geldt voor jou. En bijna voor jou. Wow, yo, bijna voor jou, Nick. Ik moet nog 2 kills en heb ik gewonnen. Was dat echt een heerlijk potje gewoon met deze shotgun. Zou ik het echt moeilijk vinden om te gebruiken. Die was hard. Die was heel hard voor die vent. Doei. Gewonnen. 30-8. Met de Banshee shotgun. Fucking awesome wapen om te gebruiken. En ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je nou hebt genoten, ram dan natuurlijk zoals je kaart blijkt. We hebben een paar mooie kills gemaakt, wat natuurlijk altijd welkom is. En was een heerlijk potje, dat is eens wat ik kan zeggen. Dus enemies, jullie zijn gerekt. Dus bedankt voor het kijken, mensen. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.